Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 21 februari. Ik ben klaargemaakt. En leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe weekvlog. Het is een beetje een donker dagje. De lucht is behoorlijk grijs. Er komt ook wel regen aan. Was ook voorspeld hoor, dat het de komende dagen behoorlijk zou gaan regenen. En dat zie je ook wel gewoon af aan het weer. Nou ja, ik vind het niet heel erg. Ik vind het altijd wel gezellig. Ik heb het wel een beetje fris. Hoeveel graden is het? Volgens mij is het niet koud. Het is buiten op zich wel zacht. Hij laat me... Oh, het is 11 graden. Maar er staat wel een windje. En ik merk ook gewoon met slapen. Elke keer word ik helemaal bezweet wakker. Dus ik denk toch dat het de tijd aankomt dat ik straks mijn winterdekbed er al wel weer af ga halen. Dat ik toch mijn zomerdekbed maar weer moet gaan pakken. Want ja, elke keer zo zweten en zo, dat is ook niet fijn. Voelt gewoon heel vies. Maar ik heb ook gewoon heel veel last van nachtmerries. En dat is het vaak ook. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden, waar ik momenteel niet heel veel van begrijp, omdat er een heleboel zaken bezig zijn waarvan ik denk, ja, vind ik een beetje saai. Daarna weer naar Made It First Sight, ja, was op zich wel weer vermakelijk. Ik heb nog even een spelletje gedaan, ik heb de vlog afgemaakt, die staat opgeslagen en wel, dus dat is goed gelukt. Toen vertelde ik jullie in de vorige vlog dat ik problemen had met de foto's voor mijn blog en op miraculele wijze deed hij het ineens weer. Zo was ik heel blij mee dat het gewoon weer deed. Ik bedoel, ja, ik vond het heel vervelend dat het allemaal niet werkte. Maar het werkte weer, dus daar ben ik wel heel erg blij om dat hij de foto's weer gewoon inlaat. Dat maakt het schrijven van de blogposts ook weer gewoon een stuk leuker. En ja, ik bewerk die foto's natuurlijk niet voor Jan Doedel. Ik doe het niet omdat ik denk, oh, nou, ik vind het heel leuk. Ik vind het wel een leuke klus hoor, maar ik bedoel, ik doe het ook omdat ik het belangrijk vind om goede foto's bij zo'n blogpost te schrijven. En als ze dan niet geladen worden, is dat niet heel erg fijn. Maar ja, nadat de computer afgesloten is geweest en ik uitgelogd ben geweest, deed het allemaal weer, nou ja, alleen maar fijn. Ik heb de serie gekeken, het was heel erg grappig. Ik zag een stukje van Shownieuws en daar hadden ze toevallig over deze serie. En ik wist niet dat hij ineens zo populair was, dus het was voor mij ook even zo. Want ik had hem uitgekozen omdat hij een hoge matchscore had en dan blijkt hij gewoon heel populair te zijn. Dus het is wel grappig dat je daar ineens achter komt. Nog even op Hete Daad gekeken, toen ben ik naar bed gegaan en heb mijn boek gelezen. En nou ja, was allemaal prima. Ik ga zo de woonkamer doen. En ik ga ook even de wasmachine helemaal schoonmaken. En dan wil ik eigenlijk ook weer even het dekje erop leggen. Ik had altijd zo'n dekje, zo'n grijs dekje erop. Maar die liet wel eens los. Dus ik hoop nu als ik hem ver genoeg naar voren kan halen, als die helemaal schoon is, dat hij er weer op kan. Dus daar wil ik jullie eventjes bij meenemen. Hij is gewoon heel vies, dat weet ik ook gewoon. Het zijn gewoon van die klusjes die je gewoon niet vaak genoeg, denk ik, doet. Ja, het zijn van die klusjes die schieten er vaak bij in, maar het is vooral gewoon wat vetvlekken, dus en normaal gesproken staat hij natuurlijk onder mijn aanrecht, dan zie je het niet zo, maar omdat hij nu behoorlijk is gaan lopen met het wassen, dan zie je het wel, dus dat ga ik zo meteen ook eventjes doen. Dus ik denk dat ik hem eventjes naar voren haal en dat ik hem even inspray met Dusty, dat dat even goed kan intrekken. Dan kan ik hier ondertussen eventjes de boel doen en dan kan ik hem straks helemaal schoonmaken. Dus ik ga jullie meenemen. Dus ik ga even een muziekje aanzetten, betekent wel dat ik nu geen was kan draaien, want ik kan hem natuurlijk niet schoonmaken als er een was aan het draaien is. Maar nou ja, het is even wat het is. Dus ik ga muziek aanzetten en dan ga ik even aan de gang. Dus ik neem jullie mee. Ik heb trouwens gisteren mijn snuggle weer aangehad. En ik zal jullie eventjes laten zien hoe dat eruit ziet. Ik heb daar even beelden van gemaakt. Maar dat ding is echt zo lekker. Het is gewoon zo lekker dat hij lekker lang zit. Ik heb het gewoon heerlijk lekker warm in mijn snuggle. Het is niet dat hij heel hoog bij de hals zit. Maar hij heeft een soort V-halsje. Lekker met die capuchon erop. Het is echt een heerlijk ding. Echt de meest fantastische uitvinding die ze wel hebben kunnen doen. Dus ik zal jullie nog even laten zien hoe dat eruit ziet. Want het zit echt heerlijk en ik ben er heel erg blij mee. Ik wilde jullie even laten zien hoe lekker deze snuggle zit. Dit is een maatje SM. Hij zit nu al helemaal onder de kattenharen. Maar hij heeft ook lekker dus een capuchon. En die kan je dus zo opzetten. Ziet er natuurlijk nu een beetje raar uit. Maar hij zit gewoon zo lekker. En hier lekker de zakken. Dus ik kan hier echt al wel. Ik zit hier echt gewoon heerlijk in. Dus ik ben echt heel erg blij met mijn snuggle. Ja, het is echt heerlijk. Ik vind het een hele goede uitvinding. Degene die dit heeft uitgevonden heeft dat echt heel slim gedaan. Ze zit echt heerlijk.
Zo, ik heb alles klaar. Viel toch best wel een beetje tegen, moet ik zeggen, die wasmachine van zijn plek af. Er kwam echt best wel veel vuil vanaf, maar wat ik ook zei, ik had het al een hele tijd niet gedaan. Ik heb dus nu dat dekje erop, dat zal ik wel eventjes laten zien aan jullie. Die heb ik er dan zo op zitten. Hij moet waarschijnlijk wel iets naar voren, omdat ik hem anders niet goed kan bedienen. Maar ik vind het zelf wel heel leuk staan. In ieder geval de zijkant en de bovenkant is helemaal schoon. En dat is wel echt heel erg fijn. Katten hebben net ook lekker eten gehad. En alles is verder gewoon weer heerlijk schoon. Dus daar ben ik heel blij om. Nu ga ik zometeen eventjes relaxen. Want ik was ook helemaal back off nadat ik die wasmachine had verplaatst. Dus ja, dat ga ik dan eventjes lekker doen. En ja, gewoon eventjes dan relaxen is dan fijn. Vanavond ga ik gewoon, als ik gedoucht heb en gegeten heb, in goede tijden kijken. Married at First Sight. Ik denk nog even een spelletje doen. Moet ik even nog die nieuwe foto's maken die ik niet mooi vond. Dan kan ik mijn blogpost schrijven, kan ik de vlog uploaden. Dan ga ik de serie weer kijken op Netflix. En daarna nog even hete daad en dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Morgen weer boodschappendag. Ik weet niet hoe laat mijn coach komt. Dus ja, dan is dat eventjes de planning. Dus ja, verder eigenlijk, ja, verder was alles eigenlijk wel gewoon vrij normaal. Alleen je schrikt ook gewoon wat er aan stof ligt achter zo'n wasmachine. En ja, dat het toch best wel veel aanpakt. Maar het ging er op zich vrij makkelijk vanaf. Dan merk je echt wel dat dat die goed spul is. Want ik zag echt dat het vet aan het oplossen was. Dus dat is echt wel heel fijn. Er is trouwens een nieuwe Dusty-geur. Ik weet niet precies hoe die heet. Ja, ik heb het wel geweten. Maar die schijnt heel lekker te zijn. Het is wel gewoon de originele werking. Maar met een geurtje. Iets met zeep was het. Dus als ik kijk of ik het op kan zoeken. Als ik hem eventjes intyp. Dusty, ja. Ik zit hier nu op de site van de Vibra. Want, even kijken als ik bij gewoon homepage ben. Marseille zeep zit er nu in. Dat lijkt me echt lekker. En die wil ik ook nog wel een keer proberen. Als mijn Dusty op is, zou ik die wel een keer willen proberen. Want dat lijkt mij wel heel erg lekker. Maar goed, ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want verder ga ik niks meer doen. Ik had een stofje op mijn camera, dat moet ik niet. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 22 februari. Ik ben klaargemaakt en ik ga straks weer boodschappen doen. Het is elke week zo weer tijd om de boodschappen te doen. Dan heb ik ze net binnen en dan denk ik, oh lekker, duurt nog even. Voor je het weet ben je er ook weer aan toe. En het is ook niet erg. Je hebt toch altijd wel weer wat dingetjes nodig. Maar ja, op zich ook niet heel erg om even naar buiten te gaan. Maar het regent en heb je er altijd wat minder zin in. Maar ja, het hoort er allemaal gewoon een beetje bij. Dus komt allemaal wel weer goed. Ik heb gisteravond gewoon gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Married at First Sight. Ik heb wel bij steeds meer mensen dat ik het idee heb van, nou, ik denk niet dat het echt meer stand houdt. Omdat je ook wel veel broer- en zusrelaties ziet nu. En dat wordt ook wel aangegeven, maar je weet ook niet of er echt wat aan gedaan kan worden. Dus ik zie het niet zo heel hoopvol in als ik heel eerlijk ben. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik een blogpost geschreven. Ik heb even wat foto's bewerkt voor een nieuw artikel van Essence met de nieuwe producten. Voor het nieuwe, die liggen al bijna in de winkel, maar ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Soms is het gewoon een beetje veel, maar het komt uiteindelijk wel weer goed. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik had ook nog even een thumbnail gemaakt voor mijn vlog en die ingepland, maar die staat inmiddels online. En daarna weer even hete daad en toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik ga jullie straks gewoon nog even meenemen naar de winkel. Ik ga nu in ieder geval eerst eventjes nog even stofzuigen, wat oud papier bij elkaar rapen. Doe het nog even voor mijn coach, dus ik kan nog even mooi wat dingetjes doen. Dat ga ik allemaal eventjes doen en dan zie ik jullie sowieso wel weer als ik terug ben. Dus ja, verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, want er gebeurt gewoon niet zo heel veel meestal in de tijd dat ik jullie niet zie. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot later. Thank you.
Zo, ik ben weer terug. Ik heb jullie eventjes een keer meegenomen naar de groentewinkel. Dat is misschien ook wel leuk. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik was even bij de Trekpleister. Daar kwam ik deze hele mooie matte lip Finity Velvet stick tegen van Max Factor. Die was nu met 75% korting. Dus hij was nog €4,25. Dus ik dacht, daar wil ik hem wel voor hebben. Normaal zijn ze €16. Die heb ik er niet voor over. Ik heb deze gehaald. En deze is voor je telefoon. Ik blijf nu. Ik heb altijd zo'n. Aan mijn telefoon heb ik zo'n koord hangen. Maar ik blijf met diegene die ik nu heb steeds haken. En deze is transparant. Maar ik kan ook gewoon mijn eigen koordje eraan doen. En die vond ik wel heel leuk. En er hangt dan ook nog zo'n leuk portemonneetje aan. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En dan heb ik bij de groenteboer weer boontjes gekocht. En ik denk dat ik de rest zo tegenkocht. We hebben weer kattenvoer gekocht. Die is wel weer duurder geworden. Dan heb ik keukenrol gekocht. Bijna was op. Ik heb ook haricot verts meegenomen bij de groenteboer. Dat vind ik altijd ideaal. Deze hoef je niet meer te punten. Alleen even doen midden doen. Want ze zijn best wel lang. Dan heb ik slavinken. En speklappen voor maandag. Ik heb nu deze opschuimmelk gekocht. Deze was nog weer goedkoper dan de Friese vlag. Omdat ze die andere niet meer hebben. Dus ik dacht, die kan ik ook wel een keer proberen. Dan heb ik 3 keer dit toetje gekocht. Want die was nu in de aanbieding. En die vind ik altijd heel lekker. Ik koop altijd de puur. Zit ook slagroom op. Heel lekker. Dan hebben we aardappelpakjes. Ook voor maandag. Ik ben niet van de gekookte aardappels. Maar aardappelschijfjes en partjes vind ik allemaal wel lekker. Weer even beschuit. Mijn was op. Dan heb ik deze koekjes meegenomen. Die zagen er lekker uit. Als ze ook lekker zijn, moeten we nog even zien. Chocomelk. Ik ging even een kat tussendoor. Dan heb ik 2 keer deze spekjes gekocht. Die waren nu maar €2 bij de Boli. Dat scheelt best wel veel geld als dat ik het bij de Lidl koop. Dan heb ik gewoon mijn aardappeltjes. Een tijgertje. Die staat precies voor de camera. Ja, maar dan zien ze mij niet. Aardappeltjes. Patatjes. Dan heb ik nog 2 leuke jurkjes gekocht bij de Lidl. Ik vind die altijd heel erg leuk in de maatje S. Deze. Gewoon leuk. Ook straks weer een beetje tegen de zomerkant op. Kun je leuk met een riempje nog doen. En deze. Er zitten dan ook ruffeltjes aan. Maar ik zal het nog wel een keer laten zien als ik het aan heb. Uiteraard ook weer de gewone danoontjes. Die heb ik gekocht. Want die eet ik ook elke dag. Maar dan heb ik gewoon die andere zeg maar gewoon staan voor als ik een keer tekort kom. Ze zijn best wel lang houdbaar. Dan heb ik bitterballetjes voor straks. Daar had ik zin in. De paaseitjes waren in de aanbieding. Die heb ik gekocht. En nog wat. En cola. En dat was het hem. Dus dat heb ik allemaal gehaald. Ik ga nu eventjes opruimen. Ik ga nog heel even lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen. Om 6 uur heb je ook Ajax. Dus dat zet ik dan ook aan. Dan ga ik eten maken. Dan vanavond kijk ik gewoon goede tijden. En doet hij het of doet hij het niet. En dan ga ik mijn foto's bewerken als ik een spelletje heb gedaan. Ik ga mijn nagellak er even afhalen. Want die is heel erg lelijk geworden. En dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en nog even hete data. Dan ga ik lekker naar bed. Als ik mijn boek heb gelezen, ga ik mijn boek lezen en ga ik lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan even opruimen en dat soort dingen. Dus bij deze zou ik dan in ieder geval zeggen tot morgen. Er komt trouwens ook storm aan, dus ik ben benieuwd of dat gaat komen. En ik ben heel nat geregend, dus ik heb straks wel zin om lekker warm te douchen. Nou goed, nu ga ik echt opruimen, dus tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 23 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond Ajax gekeken. Dat was echt super spannend. Het begon uiteindelijk om 6:30. We kwamen al vrij snel op voorsprong, maar het werd ook weer gelijk. En eigenlijk in de tweede helft werd er niet meer gescoord en er moest een winnaar uitkomen. Dus toen is het verlenging geworden. In de verlenging heeft Ajax nog gescoord, dus zodoende waren ze door. Dus dat was heel erg fijn en leuk. Ik heb ook nog eventjes naar doet hij het of doet hij het niet gekeken. Was ook wel weer leuk. Toen heb ik mijn foto's bewerkt en nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna weer even op heterdaad. Of heterdaad, niet op heterdaad, maar heterdaad. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus dat was prima.
Eigenlijk zou ik eventjes naar boven gaan om daar weer wat op te gaan ruimen. Maar het plan is een beetje veranderd. Van de week is eigenlijk een beetje het idee ontstaan om te gaan kijken of hier een vaatwasser in de keuken zou kunnen staan. Als jullie mij langer volgen, weet je dat ik geen probleem heb met schoonmaken. Schoonmaken vind ik helemaal niet erg, maar er is één klus waar ik wel een hekel aan heb en dat is de vaat doen. En ik roep eigenlijk al heel lang, als ik ooit nog een keer ga verhuizen, hoop ik dat ik een huis krijg waar een vaatwasser in komt te staan. Maar ik denk dat we allemaal weten hoe het op de huizenmarkt gaat. Je moet blij zijn dat je een dak boven je hoofd hebt, want je kan niet 1, 2, 3 zomaar verhuizen als het op huurwoningen aankomt. Want dat is natuurlijk gewoon heel moeilijk. Laat ik gelijk voor opstellen, ik ben blij met het huis waar ik woon. Ik woon hier ook fijn. Ik ben blij met een dak boven mijn hoofd, maar er zijn gewoon bepaalde wensen op het gebied van wonen die ik graag zou willen, maar die in dit huis niet mogelijk zijn. En ja, ik heb daardoor gewoon de hoop dat als er ooit nog een ander huis zou komen, dat dat wel zou kunnen. En een van die dromen was dus een vaatwasser. Nou, ik had mijn vader daar even over gesproken en die zei, nou, ik moet het even zien, want ik weet zo eventjes niet zo goed hoe jouw keuken met die aansluiting en zo zit. En nu moest hij in de buurt zijn, dus nu komt hij eventjes kijken hoe dat erbij staat. En eventjes brainstormen of daar mogelijkheden voor zijn. Ik ga jullie eventjes laten zien hoe ik de stempel, de kleurplaten, de platen heb gemaakt waar ik de stempelkussentjes... Oké, dit leg ik niet goed uit. Ik maak altijd van die platen en daar plak ik dan van die plaatjes op waar ik een stempelkussentje op heb getest. Zodat ik ook als ik ga stempelen precies kan zien welke kleur ik hebben wil. Dat ben ik van de week weer mee begonnen. En dat zijn dan die nieuwe stempelkussentjes van de Action waar morgen een video van online komt. En die ga ik jullie eventjes laten zien. Dan ga ik verder niet vloggen als ze er zijn. Maar dan laat ik jullie later even weten hoe het is afgelopen. Dus dat is even wat ik dan ga doen. Dus nu ga ik dan even wachten tot ze komen. Oké, inmiddels ben ik weer alleen. Ik ben een beetje moe. Er is heel veel gebeurd eigenlijk. Zij gaan meten en we wisten sowieso dat de droger een andere plek moest krijgen. Toen gingen we kijken of die in de gang zou kunnen. Nou, dat ging net kiele. Het ging net. Maar toen kwam ik ineens op het idee, goh, die zwarte kast die in de gang staat, die zou nog op de slaapkamer kunnen nadat ik had gepast en gemeten. En die kon daartussen staan. Die zouden we gaan verplaatsen, maar die hele kast die is eigenlijk zo oud, dat
die ding viel eigenlijk al een beetje aan de onderkant viel van ellende eigenlijk al redelijk uit elkaar. Dus ik moest een nieuwe hebben. Dus die zijn we eigenlijk gelijk gaan halen. Dus ik heb nu een nieuwe ladekast. Het is wel weer een malle, maar ik had eentje met drie plekken. Of drie lades en nu heb ik vier lades. Ik heb jullie niet meegenomen naar de IKEA, want het was zo druk. Het is vakantie en ik dacht, nee, dat ga ik nu maar een keertje niet doen. Omdat het ook spontaan was, het was ook niet gepland. Ook heb ik een kast voor in de keuken gekocht. Ik heb daar nu een rek staan. Dat rek gaat eruit. En dat is eigenlijk een soort van buffetkast. Waar ik dus al mijn borden en mijn hele roze servies in kan gaan zetten. En ik heb zoveel ruimte over dat ik er ook andere spullen in kan zetten. Waardoor dat rek wat er nu staat eruit gaat. Waardoor het een heel ander oppervlak zal krijgen. En ook heb ik... hebben het plan nu bedacht om de... In mijn kookplaats staat nu midden op het aanrecht. Die gaat nu naar de andere kant van het aanrecht toe. Dan staat hij ook boven de aszuiging. En dat gaat... Maar dat moet nog even gebeuren. Want ze hebben in de winkel geen slang van 1,5 meter. Ja, die man zei, ja, dan moet je het gewoon aan elkaar gaan binden. En ik vond dat toch een beetje spannend. Ik heb liever een slang van 1,5 meter en online kun je ze wel kopen. Dat hebben we wel gedaan. Maar ik zal jullie eventjes laten zien hoe de gang er nu bij zit. Want die heeft echt wel een make-over al gehad. Maar ik film die beelden dan even morgen. Want het begint nu schemerig te worden. Omdat het al later op de dag is. Maar dan zien jullie die beelden dus nu even hoe de gang eruit ziet. Zo is de gang geworden. De kattenbakken staan nu hier. Dan staat hier de droger. Mijn koelkast en mijn vriezer en mijn koelkast. Dan hebben we hier de meterkast. Die kon elke keer niet meer dicht. Maar die kan nu ook weer gewoon dicht. En dan heb ik hier gewoon mijn kattenvoer staan. Ja, hier staat nu even de stofzuiger. Maar dit is nu licht. Je hebt hier nu veel meer loopruimte. En hier komt dan de spiegel weer te hangen. Dus, maar dat moet ik nog allemaal eventjes doen. Maar het is in ieder geval al heel anders dan dat het was, moet ik zeggen. En daar ben ik heel blij mee. Nou, ik ben zelf echt super blij met de gang die er nu bij staat. Het is een heel ander gezicht. Ik moet dan nog even mijn spiegel ophangen, maar dat kan het weekend mooi eventjes. Die kan mooi eventjes aan de andere kant. Het huis is nu een beetje rommelig, want er staan dozen. Die kast die staat nu midden in de woonkamer. Die ga ik morgen slopen. En dan ga ik al een begin maken met het in elkaar zetten van die nieuwe kast. En dan hoop ik dat ik dat het weekend in ieder geval afkrijg. En dan die andere kast, daar moet ik ook eventjes even kijken wanneer ik dat ga doen. Kan ook volgend weekend zijn, maar dat komt ook wel goed. Nou, in ieder geval, zo heb je eigenlijk, doordat je hulp krijgt, ineens hele andere inzichten. Omdat andere mensen toch anders kunnen denken. En dat is prima. Fijn dat je dan even hulp krijgt. En ik weet dat ik altijd hulp kan krijgen, maar ik ben vaak een beetje van, ik kan het allemaal zelf wel. Maar dat soort inzichten mis ik dan gewoon een beetje. Maar ik ben in ieder geval nu al heel blij met hoe het erbij staat. Vooral als die spiegel er dan weer hangt, is dat een heel ander gezicht. Ik ga nu eventjes lekker douchen en dan ga ik even wat eten. En dan ga ik straks lekker Flikker Maastricht kijken. En ik denk nog even een spelletje doen. Sorry, ik ben een beetje boe. En dan ga ik een blogpost schrijven, mijn video in elkaar zetten. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En dan denk ik dat ik begin met die serie van Patty. Want ik zie steeds die voorstukjes, die zien er best wel leuk uit. Dus ik denk dat ik dat even ga doen. En dan ga ik nog even mijn boek lezen en dan ga ik lekker slapen. Ik denk dat ik snel slaap, want ik ben best wel moe. Goed, dat was het voor nu. Ik ga jullie morgen in ieder geval zien. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 24 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik ben weer bijgeslapen. Dat is wel lekker. Gisteravond gewoon nog veel gedacht aan hoe alles is verlopen gisteren. En dat ik dan zo dankbaar ben voor de hulp en zo. En net wat ik gisteren al zei, ik kan altijd van iedereen hulp krijgen. Nathalie wil ook altijd helpen, maar... Ja, ik ben soms ook een beetje te trots om hulp te vragen. Omdat ik gewoon graag altijd alles zelf wil doen. En dat werkt gewoon niet altijd. Ik had trouwens gisteren... Ik moest eventjes nog gauw naar de Lidl. Want mijn kattenvoer, die had ik in de auto van mijn coach laten liggen. Het was namelijk zo. Ik neem normaal altijd het kattenvoer bij de Lidl mee. En dat hadden ze niet. Toen moest ik weer terug naar de Plus. En toen ging ik ineens in mijn boodschappentas kijken. Toen dacht ik, chips, volgens mij heb ik dat kattenvoer in de auto van mijn coach laten liggen.
Dus toen moest ik toch nog even een nieuw pak halen. Want ja, ik wil gewoon niet het risico lopen dat ze niet genoeg hebben. Toen heb ik nog even twee van die shirtjes meegenomen. Ik had laatst die roze aan. Dus ik heb nu nog een blauwe en een grijze meegenomen. Want ze zitten zo lekker. En in deze tijd van het jaar kun je gewoon ja, ook alweer lekker dit soort shirtjes aan. Dus die moeten even gewassen worden. Nou, gisteravond, ik heb een klein beetje gegeten. Toen ben ik lekker Flikker Maastricht gaan kijken. Het was een hele goede, spannende uitzending weer, zoals altijd. Daarna ben ik gaan kijken. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet. Mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix. Ja, daarna ben ik begonnen met die serie van Patty. Ik moest wel eventjes inkomen, maar ik vond het op zich wel interessant. Ik dacht wel, goh, als echt alles zo klopt, dan is het wel heftig. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Maar ja, op zich wel prima. Toen ben ik naar bed gegaan, heb mijn boek uitgelezen. Toen ben ik ook eigenlijk vrij snel in slaap gevallen. Ik was echt wel moe. Goed, nu, ik ga die kast uit elkaar slopen. Ik heb hier die kast staan, natuurlijk. Dit is de nieuwe kast die hier staat. En die ga ik uit elkaar slopen. Gisteren toen ik thuis kwam lagen alle sokken er al uit. Zodat deze uit de kamer is. Want die staat nu gewoon heel erg in de weg. Die andere kast voor in de keuken. Die staat nu eventjes hier. Maar die moet nog even. Ik kijk hoe tof. Ik kreeg deze bak. Hoe leuk is die? Dat is echt zo'n ouderwetse patatbak. Met zo'n van die gaatjes erin. Kijk. Die gaatjes erin. Dan kun je lekker je patatzout in. Als het is gezouten kun je het erin doen. Echt super cool. Hier staat mijn nieuwe kast voor in de keuken. Maar die zit 3 pakketten. Dus dat komt van de week wel eventjes. Dat ga ik nu allemaal niet doen. Maar deze ga ik wel eventjes uit elkaar halen. Dus ik ga muziek aan doen. Dan ga ik jullie even meenemen. Dan gaan we eventjes aan de sloop. Ben benieuwd of het me gaat lukken. Maar dat gaan we dus nu eventjes doen. Dus ik ga jullie meenemen. Thank you.
Ik weet niet eens hoe laat het is, maar ik ben het zat. Ik ben gestopt nu. Ik moet de laden eigenlijk nog helemaal in elkaar doen. Maar ik had er echt geen puff meer voor. Ik dacht, nee, ik ga nu gewoon eventjes zometeen relaxen. De basis staat, maar ik laat het even zien als het helemaal af is. Dat is gewoon leuker. Maar de basis zit, die staat. Dat was ook nog wel even een dingetje, maar dat ging goed. Alleen je moet bij die lader moet je zelf een gaatje maken. En dat vind ik even spannend. Maar de basis kan ik er verder allemaal al wel opzetten. Dan ga ik morgen even al het karton ook wegbrengen naar de kliko. Dan is dat ook gelijk weg. Maar het ging op zich wel. En hij staat ook al op de slaapkamer. Ja, kijk, nu is dat gewoon. Dat stuk is nu leeg. Ja, die oude laden staan er nog. Die moeten nog even aan de kant. Maar dan moet ik al die spullen eruit halen. Dus dat heb ik nu eventjes niet gedaan. Dus ik heb het nu even zo gedaan. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Maar nu ben ik het wel zat. Dus nu ga ik zo even wat drinken. En dan ga ik eerst even lekker relaxen. Want ja, op een gegeven moment had ik zoiets. Ik hoef niet alles in één dag te doen. Op een gegeven moment moet ik stoppen. Ik heb mijn nagel ook helemaal eraf. Misschien wil ik ook even goed bijveilen. Maar ik dacht, nou, nu ga ik even lekker stoppen. Dus ik ga even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon, weet ik veel, spelen. Je hebt ook een Kou van Holland. Ga ik even opnemen. En ik wil even verder met Splatoon. Want er is een hele nieuwe update van gekomen. Dus ik wil eigenlijk even proberen die andere uit te spelen. Dan ga ik mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En dan ga ik nog even mijn serie kijken en dubbel leven. En dan ga ik een nieuw boek beginnen en dan ga ik ook wel slapen. Ik ga nu ook eventjes de camera opladen, want die is behoorlijk leeg. Dus dat ga ik allemaal eventjes doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want nu is het eventjes klaar voor mij. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 25 februari. Ik zit nu nog even op de bank. Maar ik ga zometeen even verder met klussen. Dat ga ik wel even vloggen. Dat laat ik jullie dan morgen eventjes zien. Ik wil de spiegel eventjes gaan ophangen. En ook eventjes de lades afmaken. En nou ja, goed. Ik heb even nog het een en het ander te doen. De groenten doe ik dan gewoon eventjes voor de televisie afhalen vanavond. Dat kan ook prima voor een keertje. Normaal gesproken doe ik het altijd al wel 's middags. Maar ja, ik heb nu gewoon even wat dingen die ik wil doen. Dus dan heb ik liever eventjes dat dat voorrang heeft. Gisteravond heb ik gekeken naar weet ik veel. Ik had een goed cijfer. Dat is fijn. 6.4, dus ik was wel tevreden. De app werkte eerst weer niet eventjes helemaal, later dan weer wel. Maar we gaan nu toch alweer richting het einde, want het komt geloof ik nog een keer of vier en dan is het ook klaar. Mijn moeder die heeft niet gekeken. Normaal gesproken kijkt zij ook, zeg maar. Maar zij had zoiets, ja, ik zit me elke keer zo te irriteren, dus ik ga het niet meer doen. Nou, is dan ook beter. Daarna heb ik nog eventjes Splatoon gedaan, maar daar kwam ik niet echt lekker ver mee. Dat ging even niet zoals ik het wilde, dus dat was jammer. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten en daarna heb ik mijn Netflix-serie aangezet. En toen ben ik nog eventjes dubbel leven gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een nieuw boek gestart en toen ben ik ook wel gaan slapen. Maar ik hoorde vannacht zoveel geluiden. Ik was gewoon een beetje bang. Ik word daar dan wakker van. Best wel veel geluid. En ja, ik vond het gewoon een beetje eng. Normaal gesproken heb ik het overdag niet echt. Maar ja, omdat het dan donker is. Dan denk ik, oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo prettig. Ik ben uiteindelijk wel in slaap gevallen weer. Want ik werd er dan wakker van. Toen ben ik wel weer in slaap gevallen. Maar ja, dat breekt je ook wel hoor. Dat je vaak dan wakker wordt. Omdat je gewoon veel geluid hoort. Maar ja, goed, dat hoort erbij in dit soort huizen. Maar verder is er niet zo heel veel gebeurd. Ik ga eventjes nog een handwasje aanzetten. En dan ga ik eventjes aan de gang. En ik ga straks even foto's maken. Dus ik zal jullie straks de foto's willen laten zien. Dan zien jullie morgen even de klussen die ik gedaan heb. Want dan hoef ik morgen eigenlijk niet echt dingen die ik doe te filmen. Maar het is toch allemaal schoonmaken. Is ook niet altijd even interessant. Dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik ga eventjes een muziekje aanzetten en aan de gang. Tijd voor de fotospullen. Ik heb hier de Friends koffie
lippenbalsem. Die ga ik even fotograferen. Dan heb ik hier een soft glam filter powder van Catrice. En dan heb ik hier die Love Look & Dragons collectie. Hier ga ik een video van opnemen. Die is de oogschaduwpaletten. Een lipstick houder. Hier twee lipsticks. Dan hebben we hier de cheek en lip tint. De eyeliner. En we hebben nog de stickertjes. Dus hier ga ik even foto's van maken. Zo, ik ben klaar. Het is allemaal wel gelukt, maar het was wel een beetje bloed, zweet en tranen. Nu ben ik ook moe. Foto's zijn niet helemaal afgekomen, want de camera was leeg. Dus ik ga dan moet ik dat nog eventjes laten doen. Want hij had gewoon niet genoeg batterij om het allemaal vol te houden. Dus nou ja, goed, dat komt dan ook wel weer goed. Maar het is allemaal wel gelukt. En dan kan ik morgen even de gang helemaal goed schoonmaken. En dan is het allemaal wel weer prima. Ja, net wat ik zeg, ik zal je dat morgen eventjes laten zien. Dus ja, hoe ik dat allemaal heb gedaan, hoe het nu geworden is. Dus dat is allemaal nu wel prima. Ik ga nu even wat drinken en dan ga ik lekker even in de relax modus. Want Ajax moet zo spelen, dus Ajax AZ, daar heb ik wel zin in. Dan ga ik straks eventjes lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar Steenrijkstraat Arm, ga ik even terugkijken. Ik hoop nog even verder te gaan met Splatoon en ik kijk Stegeman op de Bres. Daarna ga ik mijn foto's bewerken en verder met mijn serie op Netflix. Ik denk dat ik ook nog wel eventjes die blogpost voor Essence misschien afkrijg. En dan ga ik verder met Chantal, want vanavond wordt de laatste uitzending uitgezonden. En dan kan ik hem nu in één teug uitkijken. Dus dat is ook wel leuk, want nu zit het nog een beetje in het geheugen. En dan ga ik naar bed om het boek te lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ja, straks nog even de groente afhalen, maar ik ben nu best wel moe. En ik heb nu gewoon zin om te lekker Ajax te kijken. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 26 februari. Ik ben klaargemaakt en ik heb het vandaag echt wel koud. Ik zag net ook dat het 7 graden is buiten, dus het is ook echt niet warm. Ik heb ook echt even een vestje aangetrokken over een shirtje met een driekwart mouwtje. Maar je merkt echt wel dat het vandaag weer wat frisser is. En ik zei van de week heel leuk, nou, ik ga denk ik mijn zomerdekbed er weer opgooien. Maar ik had het nou gisteravond in bed ook gewoon echt wel weer koud. Dus ik denk, nou, dan wachten we nog eventjes. Ik heb gisteren einde van de middag Ajax zitten kijken. Ja, dat was om te huilen. Weer verloren. Dat was echt niet heel goed. Maar ik had het al wel een beetje zien aankomen. Want ja, we moesten tegen de nummer 4, tegen AZ. Ja, en Ajax wil natuurlijk ook graag naar die vierde plek. Maar goed, dat was jammer. Ik heb wel lekker gegeten, lekker gedoucht en zo. Toen heb ik gisteravond even Steenrijkstraat Arm teruggekeken. Dat was ook op zich wel een hele mooie uitzending. En daarna heb ik eventjes Stegeman op de Bres zitten kijken. Er waren nu twee zaken die behandeld werden. Eentje ging over een soort van camper. Die mensen die wilden daar zeg maar mee naar de rallies. Dus echt ook heel veel door zand heen rijden. En daar was die camper dus helemaal niet geschikt voor. Dus ze hadden eigenlijk een soort van kat in de zak. Hartstikke duur ding. Maar nou moesten ze, die man die moest hun wel terugbetalen van de rechter. En het ging ook over een vrouw die had een webshop en ook een fysieke winkel. Maar mensen bestelden bij haar, betaalden en ze kregen dus nooit het product of het geld terug. En als ze daar dus wat over op social media zette, dan begon ze heel erg te dreigen. Ze had uiteindelijk ook geprobeerd de uitzending tegen te houden, maar dat was niet gelukt. Dus nou ja, een beetje triest. Ik heb nog even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik moet nog wel even twee nieuwe maken, want daar ben ik dan niet tevreden over. En dat komt altijd precies bij mij. Dus dat ga ik nog eventjes doen. En even verder gegaan met het artikel van Essence. En toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix. En de naam is Chantal, dat was ook wel weer leuk. Maar ik had ook mijn nagels gedaan. Ik zal even het lakje maken, want ik ben het vergeten. Want het is wel een leuk kleurtje, moet ik zeggen. Muis. Ja, muis die gaat nu mee. Dat is niet helemaal de bedoeling. Hop. Niet doen, muis. Het is nu eventjes een beetje helpen. Omdat het muis er dan in wil. Maar ik heb mijn nagels gedaan met dit kleurtje. Het is een groen lakje. Ik vind hem zelf wel heel lenteachtig al een beetje. Die komt uit die collectie van My Jewels, My Rules van Catrice. En dit is de 01 Lime Divine. Ik vind hem wel heel erg leuk. Ik moet wel zeggen, je ziet hier en daar wel wat lichte plekjes die niet helemaal pakt. Maar ik vind het kleurtje op zich wel heel leuk. Een keer wat anders. Nadat ik Chantal had gekeken, ben ik naar bed gegaan, heb ik lekker mijn boek gelezen en toen ben ik gaan slapen.
Ik ga zo mijn was aanzetten. Dan ga ik even heel goed de gang doen. En de douche. En ik ga jullie dus laten zien hoe ik de overige spullen weer in elkaar heb gezet en opgehangen heb. En dan zal ik jullie ook even het eindresultaat zien, laten zien van de kast en de spiegel, hoe dat er dan bij hangt. Dus dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Dan ga ik intussen eventjes een wasje aanzetten en eventjes hier lekker aan de gang. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ja, ik ga jullie laten zien hoe ik verder ben gegaan met bouwen en ophangen. Nou, dit is mijn nieuwe kast. Je ziet nu dat er het een en ander uitsteekt, omdat ik hem nog even goed moet inrichten.
Ik had gisteren namelijk alles op mijn bed gegooid, maar ik moest natuurlijk ook slapen. Dus ik heb alles er zo eventjes ingelegd. Nu ga ik het van de week allemaal even netjes maken. Maar die staat dus nu hier. Die andere kast die staat nu even daar, maar die ga ik ook nog eventjes veranderen. Die ga ik naar de andere kant zetten. Dan kan daar mijn krukje weer terug en dan wordt het allemaal wel weer een beetje zoals ik het hebben wil. Maar in ieder geval, dit is dus de nieuwe kast die hier zo staat. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Nou, hier hangt de spiegel nu. Ik ben er heel blij mee. Hij hangt hier nu precies zo naast. Dus ik kan gewoon nog een stopcontact, een stekker erin doen en mijn lamp aandoen. Dus dat is echt top. Ik heb hier nu mijn kattengrid en mijn emmers op staan. Dat is ook alweer anders. Staan die niet meer in de keuken. En heb ik hier maar even de dweil neergezet. Ik krijg nog wel even een ander plekje. Maar in ieder geval, dat hangt alweer top zo met die, met die spiegel zo. Ik ben er wel heel blij mee. Dus echt heel fijn. Zo. Ik heb alles lekker klaar. Alles weer even goed gedaan. Was wel heel fijn. De kattenbakken lekker verschoond. En ze hebben ook weer schone eten- en drinkbakjes. En gewoon even alles weer lekker goed gedaan. Is gewoon wel heel fijn. De was is ook al klaar. Die kan ik straks ophangen. Mijn haar is een beetje uitgezakt. Ik heb niet zo'n goed stikje in. Ik kreeg het op een gegeven moment toch wel warm in mijn vestje aan, maar ik heb hem wel gewoon aangehouden. Dus ik ben eigenlijk wel blij met alles wat ik heb gedaan. Ik heb hier ook nog even extra goed stof gezogen, omdat ik morgen zonder stroom zit. En dan kan ik niet stofzuigen. En dat vind ik op zich wel heel vervelend, want ik ben het gewoon gewend om elke dag even stof te zuigen. Maar ja, als het niet gaat, dan gaat het niet. Wie weet als het gewoon een beetje snel klaar is, dat ik alsnog even de stofzuiger er doorheen kan trekken. Maar voor nu vind ik het in ieder geval heel fijn. Waar ik ook heel blij mee ben, is dat ik nu heel goed bij mijn vensterbank kan. Dus als ik dan de paasstickertjes ook wil opplakken, dat ziet er dan ook, is dan ook gewoon beter, ziet er leuker uit. Dus ja, het is gewoon allemaal echt heel fijn. Ik ben heel blij met mijn gang en ook met de kast in de slaapkamer. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ik had trouwens ook een brief gekregen dat ze mijn roosters komen schoonmaken. Ik heb van die afzuigroosters. Daar ben ik wel blij mee, want die werken voor mijn gevoel niet zo heel goed. Ik heb het toen aangegeven bij de woningbouw. Die zijn toen komen kijken. Die zeiden dat alles goed werkte. Maar voor mijn gevoel werkt het niet helemaal super goed. Dus ze gaan dat in ieder geval ook reinigen. Dat is ook wel goed. En dat is in die tijd dat ik hier woon nog nooit gebeurd. Dus dat is op zich ook wel fijn. Vanavond ga ik gewoon goede tijden kijken. Ik ga even helpen mijn man eens klussen opnemen, want het nieuwe seizoen van de meilunch begint. En dan gaan ze met VIP-gasten. Dus even kijken of dat leuk is. Ik ga nog even een spelletje doen. Ga ik mijn video in elkaar zetten voor morgen en mijn blogpost schrijven. Ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en daarna Chantal. Dan ga ik lekker naar bed. Ik ga nu ook even een aspirintje nemen, want ik heb een beetje hoofdpijn omdat ik een beetje druk ben geweest. Maar in ieder geval ook blij dat ik nu mijn emmers kwijt ben. Oh ja, de stofzuiger heb ik ook verplaatst. Die staat nu eventjes hier. Is ook natuurlijk nog niet perfect, maar ik moest hem even kwijt. Dus ik heb hem even hier neergezet, staat hij niet meer in de gang. Goed, dat zijn voor nu even alle veranderingen. Straks nog even het wasje ophangen en dan is dat ook weer klaar. Ik ga nu relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 28 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb al pijntjes. Ik heb in mijn mond een aantal plekjes zitten. Het voelt een beetje alsof je bijvoorbeeld een heel scherp stukje eten hebt gehad. Maar wat echt een beetje puntig was. En wat dan een beetje wat plekjes heeft veroorzaakt. Zo voelt het aan. Dus dat doet zeer met eten, maar ook met tandenpoetsen. Dus ik probeer extra wel daar zeg maar goed te poetsen. Maar het voelt een beetje naar aan. Mijn schouder doet een beetje zeer. Ik heb een beetje last van mijn keel en van mijn oren. Maar ik weet dat omdat dat met elkaar in verband staat, als ik een beetje keelpijn krijg, heb ik het ook vaak in mijn oren, dat weet ik. En mijn piercing doet een beetje zeer. Echt hier dat ringetje, die dat doet een beetje zeer. Dus die ga ik gewoon eventjes met douchen weer wassen met antibacteriële zeep. Dat doe ik ook altijd als het net gezet is. En dat is ook allemaal heel goed. En als ik dan een beetje last van krijg, doe ik dat. En vaak werkt dat wel. Maar ik ga ervan uit dat het allemaal wel weer wegtrekt. Maar het doet nu een beetje zeer. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna weer naar Married at First Sight. Ik vind wel dat sommige dingen heel lang duren. Ik heb nu begrepen dat ze 5 dagen op huwelijksreis gaan. En je zit 3 weken naar een huwelijksreis te kijken om en nabij. Dus dat duurt best wel lang. Je ziet bij de meeste mensen nu ook wel weer dat ze teruggaan en de volgende stap beginnen. Nou ja, niet voor iedereen, omdat er al een paar huwelijken gewoon niet meer eigenlijk al een soort van geklapt zijn, zeg maar. Dat op zich is allemaal wel, het is op zich allemaal nog wel leuk. Maar we gaan het allemaal wel zien hoe en het verder gaat en wat. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt en mijn foto's bewerkt. En toen ben ik
nog even verder gegaan met het artikel van Essence. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Nog twee afleveringen, of drie? Nee, drie volgens mij. Dan ben ik er alweer doorheen. Ik heb nog geen traan gelaten. Ik weet het niet waarom sommige mensen dan zo moesten huilen. Kan nog komen. En daarna heb ik Chantal gekeken. Dat was wel heel spannend. Was de ene laatste aflevering. Dus vanavond daar de laatste aflevering van. Vind ik wel heel jammer. Ik vind het echt een hele leuke serie. Ik hoop dat er nog een seizoen 3 komt. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Toen ben ik ook wel vrij snel in slaap gevallen. Ik merk ook dat ik het weer wat kouder heb. Maar dat komt zo goed, want ik ga zo toch aan de schoonmaak. Ik heb mijn kwasten gewassen. Dat ga ik jullie nog eventjes laten zien. Dan ga ik hier eventjes poetsen. Ik wil straks ook even de flessen bij elkaar rapen. Die ga ik morgen allemaal inleveren. Is dat ook allemaal weer lekker weg. Dat ruimt ook op. En statiegeld is altijd leuk met korting op boodschappen, toch? Dus ja, dat eigenlijk allemaal. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan laat ik jullie wel eventjes het kwasten wassen zien. Dan ga ik nu eventjes muziekje aanzetten en gaan we aan de gang. Zo, alles is gelukt. Ik heb een heleboel kleren weer naar boven gebracht. Ik heb nu even alle ondergoed, heb ik eventjes wat schoon gewassen. Dus heb ik zeg maar eventjes in de wasmand gedaan. Dat ga ik dan even allemaal sorteren. Dan kan het netjes terug de kast in. Dat is wel heel fijn. En het goede nieuws is, ik heb weer stroom. Yes! Heel fijn. Ik heb net gewoon de stekker eronder gezet. Want ik dacht, ja hè, ik ga het gewoon proberen. En het doet het gewoon allemaal weer. Dus dat is nu wel heel erg fijn. Dan kan alles weer eventjes een beetje... ja, op gang komen. Dan heb ik ook gewoon lekker weer wifi en zo. Dus ja, het is gewoon wel heel erg fijn dat alles het dan weer doet. Het begint nu ook koud te krijgen. Even kijken of graden het in huis is hoor. Ik heb het idee dat het helemaal niet super koud is. Ah, 17 en toch heb ik het koud. Zal wel aan mij liggen gewoon. Maar het is fijn, het doet het weer. Dus daar ben ik blij om.
Ja, ik ben met Diamond Paints ook best wel ver gekomen. Dus dat is eigenlijk wel heel erg lekker. Dus nu zit ik toch te denken om zo nog even gouden stofzuiger er doorheen te trekken. Dat alles eventjes toch nog netjes is. Ik had er eigenlijk niet zo heel veel zin meer in. Maar ik vind het eigenlijk nu toch wel even dat ik denk, ik vind het wel heel erg lekker. Dus daar ben ik eigenlijk, ja, ik ben gewoon allemaal wel heel blij. Het was op zich wel een lekker middagje. Video ging wel goed. Ik heb alle spulletjes ook alweer netjes terug in de lades gelegd. Nou, diamond painting was leuk. Ik ga al best wel ver. Maar dan wil ik onderhand eerst wel eventjes beginnen met die paas diamond painting. Want anders dan kan het niet hangen. En dat zou natuurlijk jammer zijn. Nu ga ik zometeen dus nog eventjes stofzuigen. En daarna lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. Daar heb ik al wel weer zin in hoor. Lekker warm douchen. Ik heb het koud. Dan vanavond is gooi tijd voor goede tijden en weer Meredith First Sight. Daar heb ik alweer heel veel zin in. Ik zag weer zo'n gigantisch goede persiflage langskomen. Ja, echt heerlijk. Echt fantastisch. Ik ga nog even een spelletje doen. Vanavond ga ik sowieso mijn vlog afmaken. En dan ga ik mijn foto's bewerken voor mijn artikel van morgen. Ik hoop nu even dat ik die van Essence nog afkrijg. Dan ga ik lekker weer mijn Netflix serie kijken. En daarna weer verder met Chantal. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Maar dan kan ik zo ook eerst even de e-reader op de oplader gooien. Want dan is die vanavond weer vol als ik wil lezen. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!